Wat vindt u van Engelse les op de basisschool? Vind ik op zich prima. Ja, vind ik geen. Ik denk dat het heel goed is dat kinderen daar al op jonge leeftijd mee te maken krijgen. En vanaf welke leeftijd zou het kunnen, denkt u? De laatste twee groepen. Ik vind dat dus groep 7 en 8? Ja, doorgaans nu te veel met dat soort onderwijs op de jonge leeftijd beginnen. Daar zijn de kinderen nog echt niet rijp voor. Ja. Dat blijft niet hangen? Blijft niet hangen, maar het leervermogen is er ook nog niet voor kinderen. Om op jonge leeftijd al met taal en op die manier zo bezig te zijn. Nou, hartstikke goed. Waarom? Tegenwoordig moet je overal Engels voor kunnen. En vanaf welke leeftijd? Nou, het is nu al vanaf 6 jaar. Dat vind ik wel vroeg. Wat later zou kunnen? Ja, 8. 9, sorry. Kijk, dit is een leuke, Kim. Engelse les op de basisschool. Nou, dat vind ik wel goed. Ja, en waarom? Waarom? Dat ze het inderdaad al snel leren. En tegenwoordig met alle apparatuur, met internet, dan hebben ze het allemaal onder de knie. De wereld wordt ook steeds Engelser. Ik vind het heel goed. Ik vind het een wereldtaal, dus waarom niet? En dit gaat spelenderwijs. Ze zijn er ook al voor om het op de kleuterschool te leren. Dat weet ik niet wat ik daarvan moet vinden. Dat is toch wat genuanceerder misschien? Ja, ik denk de basisschool is gewoon goed om te beginnen. Laten ze dat maar doen, ja. Heel goed. Waarom? Dan moeten ze eigenlijk in de eerste klas mee beginnen. Dan leren ze het makkelijkste. Dan gaat het eigenlijk een beetje vanzelf. Vindt u dat ook? Ja, zeker. Ja, wij hebben dat vroeger niet gehad. En dat was echt een gemis. Best wel. Merkt u dat nu nog? Ja, zeker. Ja. Ja. En waarin dan? Nou, omdat je het gewoon niet goed beheerst. En vanaf welke leeftijd? Gelijk de eerste klas. Ja, groep 1, hè? Groep 1. Hele kleintjes. Dat ze 5 zijn? Ja, 4, 5. Ja. Ze kijken nu ook Engelse tv. En dat snappen ze? Hij praat erna, dus, maar of ze het snappen, weet ik niet. Moeten ze vaker doen. Vaker? Meer doen, ja zeker. En waarom? Omdat je niet genoeg Engels kan krijgen. Omdat dat overal de voertaal is. Dus. En vanaf welke leeftijd zou het kunnen? Zo jong mogelijk kleine dingen beginnen. Uiteraard, ja, daar ben ik wel voorstander van. En vanaf welke leeftijd? Geen idee. Vanaf groep 4 of zo. Dus dat ze een jaar of 8 zijn? Ja, zoiets. En waarom is het belangrijk? Nou, omdat het de wereldtaal is. Dus het is wel belangrijk dat iedereen het goed kan spreken. Ja, lijkt me een goed idee. En waarom? Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel dingen in het Engels zijn. Alles internationaler wordt. En als je daar dan op de basisschool mee begint, heb je goede basis voor de rest. Maar het is niet per se noodzakelijk. Je kunt het ook op het VWO of op middelbare school leren. En stel dat er op de basisschool Engelse les wordt gegeven. Vanaf welke leeftijd denkt u dat kinderen dat oppakken? Al heel snel. Vanaf groep 1. 4 jaar dus. Ze pakken het heel snel op. Dat vind ik een hele goede insteek. Die jongens moeten allemaal goed Engels leren. Kunnen ze goed meekomen in de rest van de wereld. En vanaf welke leeftijd? 8, 9 jaar. Zijn basisscholen, daar beginnen ze al in groep 1? Beetje vroeg, maar kan. Ja, maar voor meer voorstander van 8, 9 jaar. Engelse les op de basisschool, ja, het zal er wel bij horen. Ik weet niet, jammer voor mijn tijd, hè? U had nog geen Engels waarschijnlijk? Nee, absoluut niet. Op de ambachtsschool heette dat vroeger dan, maar verder, nee. Denkt maar u dat... Ik vind dat het wel goed is, ja. Algemene kennis kan nooit geen kwaad, hè? En vanaf welke leeftijd ongeveer? Ja, we zullen zeggen vanaf ze vierde, vijfde. Ja, denk ik. Dat ze een jaar of 8, 9 zijn? Ja, zoiets, ja. Ja. Ja, het is vast wel goed dat ze dat eerder mee beginnen. Hoe oud was jij toen je voor het eerst Engels kreeg? Groep 8, denk ik. Dus 12 of zo. En iets eerder zou wel kunnen? Ja, vast wel zo goed, denk ik, voor al die kinderen. Welke leeftijd ongeveer? Ik denk misschien groep 3 al wel mee beginnen. Geweldig. Krijgt hij ook al Engels? Ja. Wij ook vroeger, dus waarom zij niet? Maar u kreeg het denk ik wel vanaf latere leeftijd? Ik kreeg het in dezelfde groep als hij, groep 7. Oh, dan was dat al een vooruitstrevende school, denk ik. Wageningen is beter dan Ede, hè? Sorry. Maar ook belangrijk Engels? Ja, zeker weten. Zeker toe kunnen passen op latere leeftijd. En je hebt dan toch een voorsprong op het voortgezet onderwijs, dus waarom niet? Goed, maar het moet niet het hoofddoel zijn. Ik vind andere vakken ook heel belangrijk. En vanaf welke leeftijd zou het kunnen? Je zou er spelende wijze in groep 1 mee kunnen beginnen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb zelf een dochter van 19, die spreekt tv-Engels. Dus
Omdat die op de basisschool te weinig Engels heeft gehad? Ja, ik vind dat wel, ja. En, wij zijn veel in Zweden en zelfs daar spreken de kinderen geen Engels. Dus ik vind Engels heel belangrijk. Vanaf welke leeftijd zouden ze het kunnen leren? Nou, ik vind dat ze dat al vanaf vijf, zes jaar of zo, dat er al ingepeperd. Vrij vroeg al? Ja, vind ik wel. Het is toch een basistaal. Op zich wel een goed idee. En vanaf welke leeftijd? Ja, vanaf vier. Vanaf vier meteen? Vier, vijf. Vind ik wel, op zich wel goed. Waarom? Ja, die kinderen kunnen we gewoon altijd pakken. Ze zijn nog jong. Die leren goed? Leren heel snel. Nou, mijn kinderen zijn op vier Engelse les begonnen. En dat werkt goed? Ja, natuurlijk. Het is internationale taal, dus laat ze dat maar gerust doen, hoor. Is het ook belangrijk? Ja, vind ik wel. En dan Frans op de middelbare school erbij. Verplicht, drie talen. Net als vroeger. Vlak over de grens kan je niet buiten Frans en Duits. Dus